Aanstaande zaterdag vindt in de Sint-Niklaassen sporthal De Witte Molen de Nacht van de Krijgskunsten plaats. 11 clubs uit de stad demonstreren de Oosterse vechtsporten. Krijgskunsten en gevechtsporten staan in het Westen een beetje zo in een negatieve verhouding. En dat is in feite een beetje een misvatting van heel wat mensen hier aan deze zijde. In het Oosten daarentegen is dat iets gans anders. En dat zullen deze 11 clubs die daaraan deelnemen, de mensen laten zien die nacht van de krijgskunsten. Het spektakel duurt 3 uur en de bezoeker maakt kennis met zowel Franse, Japanse als Koreaanse technieken. Dus het is eigenlijk een mengelmoes van alles, een heel boeiende onderdeel dat we daar te zien gaan krijgen. Zelfs wij die dus iets of wat van deze sporten kennen, zal voor ons ook al heel boeiend zijn om daarnaar te mogen kijken. De Nacht van de Krijgskunsten, zaterdagavond in de Sint-Niklaassen Sporthal De Witte Molen, start om 7:30. Kaarten zijn dan €5 te verkrijgen aan de kassa.